Hey en welkom bij Let's Chat. De komende weken gaan wij elke maandag een ander onderwerp behandelen. Met jullie vragen, jullie dilemma's, mijn advies ga ik geven. Ik deel ook mijn eigen ervaringen en iedereen blijft altijd anoniem. En in deze aflevering gaan wij het onderwerp angsten en overige onderwerpen behandelen. Hey, jij en welkom bij deze allernieuwste Let's Chat aflevering. In deze is zo ongemakkelijk weer dat heel veel mensen langskomen. Maar in deze aflevering gaan wij het hebben over angsten en overige dingen. Aangezien ik best wel weinig vragen over angsten kreeg, dacht ik van, hey, ik ga gewoon even een combi van maken. Dus er zullen vragen van echt van alles en nog wat eigenlijk tussen zitten. Maar voornamelijk over angsten en die haal ik er ook het meeste uit. Dus ik zou zeggen, pak weer even wat lekkers erbij. En dan gaan we gewoon heel snel beginnen met deze video. Als allereerste vraag hebben wij, ik ben bang voor mijn Nederlands examen. Wat kan ik doen om mijn angst te overwinnen? Ik snap je heel goed. Sowieso het woordje examen kan voor heel veel mensen al best wel veel stress veroorzaken. Voor mij in ieder geval ook. Althans wat ik heb meegekregen met überhaupt examens en dat soort dingen. Probeer oefentoetsen of oefenexamens te maken, ook van afgelopen jaren. En zo weet je eigenlijk al wel een beetje hoe een Nederlands examen kan gaan. Ik weet niet of je ook in de les eventueel oefenexamens kan maken of doet. Dit werd bij mij wel gedaan, ook zodat wij sowieso van tevoren wisten van oké, dit kan er komen, zo gaat een examen, dit gaat erin staan, bla 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 bla. Probeer gewoon echt heel veel oefenexamens te maken, want dan maakt het voor jezelf ook rustiger met oké, zo kan het gaan. Mijn dansen is veranderd 1 week voor de wedstrijd. Dit is als danser echt de grootste nachtmerrie, denk ik. Althans, één van de grootste nachtmerries. Want er zijn natuurlijk veel meer nachtmerries die je ook nog kan hebben als danser zijn, om het zo te zeggen. Wat kan je het beste doen? Als het mij zou overkomen, ik denk dat ik gewoon heel veel video's zou terugkijken met hoe de dansen is. Want desondanks dat je niet meedanst, maar wel kijkt, neem je het alsnog in je brein op, om het zo te zeggen. Althans, dat heb ik heel sterk. Het ding is bij mij ook, dat is misschien ook wel een pluspunt van hoe ik erin sta. Ik hoef maar te kijken naar een dans en ik ken het. Dat hebben misschien niet heel veel mensen, maar daar heb ik nu de gouden tip voor jou. Stel, je dans is veranderd en stel, je hebt een wedstrijd en je moet het kennen. Probeer gewoon zo vaak mogelijk die dans te herhalen in je hoofd, via video's. Film jezelf, zodat je weet van, oké, ik kan het ook zonder video. Vraag aan teamgenoten van, hey, kan jij afspreken? Kan je trainen? Zullen we samen trainen? Zodat jij het beter weet en zodat ik het ook beter weet. Er zijn mogelijkheden zat. Stress niet, want als het goed is, is niet de hele dans veranderd, maar misschien een klein gedeelte ervan. Althans, dat was bij ons zo. Met het WK is wel onze hele dans omgegooid, daar niet van. Ja, dat zou ik doen in ieder geval. Mijn dilemma is dat ik altijd bang ben dat mensen vooroordelen over mij hebben. Ik voel je. Ik heb dit letterlijk dag in, dag uit. Ik vind het sowieso heel eng wat mensen van mij vinden. Ik vind het sowieso heel erg eng om te horen wat mensen van mij vinden. Ook. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik best wel vaak goedkeuring vraag naar mensen van, hey, wat vind je nou echt van mij? Ben je niet fake aan het doen? Meen je echt alles wat je zegt? Want ik ben echt een overdenker in dat soort dingen. En ik heb gewoon, noem dat acceptatie en goedkeuring. En ik moet dat gewoon horen. Het is niet om mijn ego omhoog te boosten, maar dat is gewoon puur voor mezelf van, oké, het zit goed en oké, mensen denken leuk over mij. En weet je, als mensen niet leuk over je denken of niet leuk over mij denken in dit geval, dan zet ik ze ook heel snel aan de kant. Heel eerlijk gezegd. Maar ik probeer er wel altijd boven te staan. Dus misschien dat dat ook een tip voor jou is. Probeer er gewoon boven te staan. Je bent leuk op je eigen manier. En mensen mogen jou op jouw eigen manier. Ze gaan namelijk niet specifiek met jou om die reden. Blijf gewoon lekker jezelf en probeer er boven te staan. Ga niet overdenken. Ik snap je. Ik snap dat je dat gaat doen. Maar probeer dat niet te doen, want het is nergens voor nodig. Je bent een hartstikke lieve leuke meid als het goed is. Meer dan dat kan ik er denk ik ook niet heel erg veel over zeggen. Blijf lekker bij jezelf. Mijn angst is dat ik bang ben dat mensen over mij roddelen, bijvoorbeeld op school en bijvoorbeeld bij dansen. Dit is eigenlijk hetzelfde wat ik net ook soort van heb besproken. Tuurlijk, weet je, mensen blijven roddelen. Dat zijn mensen. En helemaal op school, helemaal bij dansverenigingen, überhaupt verenigingen in het algemeen. Of het nou voetbal is, of het nou ballet is, of het nou dans, of nou weet ik wat allemaal. Mensen blijven roddelen. Of het nou positief is, of het nou negatief is. Het ding is wel, hoe ga je er zelf mee om? Dat is denk ik echt het belangrijkste. Je gaat dit nog super vaak meemaken op school. Op je opleiding, op je werk of weet ik veel wat allemaal. Eigenlijk hetzelfde wat ik net ook al zei. Probeer daarboven te staan. Je weet donders goed hoe je zelf in elkaar zit. Je weet donders goed of je alles eruit haalt en dit dat. En als ze roddelen over je, zie je het misschien ook soms als een positief ding. Van hey, ze praten over. Dan is hun aandacht wel bij jou. En desondanks dat het negatief is, weet je, probeer die negativiteit om te zetten in positiviteit. Want als je alleen maar negatief blijft denken en al helemaal in dit soort dingen, dan ga je weer overdenken en dan blijf je in die negatieve sfeer en dat wil je niet.
Dat wil je echt niet. Ik krijg allemaal onvoldoendes op mijn stage. Moet ik stoppen met mijn opleiding? Ik zou het niet doen. Ik zou niet stoppen omdat je alleen maar onvoldoendes krijgt. Misschien dat je even goed met je stagebegeleider of je begeleider in het algemeen kan praten. Van hey, dit is er gaande. Hoe kan ik dit verbeteren? Maar ik zou niet zomaar stoppen met je opleiding. Misschien is het wel iets wat je heel graag later wilt doen. Juist helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar denk wel zo. Ik weet niet in wat voor jaar je zit. Ik denk tweede of derde. Want tweede of derde is meestal stage. Ik vond stage ook echt verschrikkelijk. Ik vond het echt niks. Ja, op zich ligt eraan waar ik stage liep. Op de middelbare school heb ik best wel veel stages gelopen. Waarvan ik ook echt dacht van, doe ik hier? Weet je wel? Maar ja, ik denk wel van, yo, ik wil gewoon dat papiertje hebben. Zodat ik daarna gewoon überhaupt iets heb. Stel, ik kan niet meer verder. Dan heb ik in ieder geval bewijs dat ik dat heb gedaan. Want tegenwoordig heb je bijna alles wel een papiertje voor nodig überhaupt. Tenzij je echt hele, hele sterke punten hebt. Dan is het een ander verhaal. Dat heb ik ook gehad. Ik heb namelijk gesolliciteerd voor een HBO-functie. HBO-MO of zo? Ik weet het geen eens meer. Zo erg is het. En ik heb MBO gedaan. En ik heb ook volgens mij niet de opleiding gedaan die ik daarvoor moest hebben. En ik ben alsnog aangenomen. Dus hè, zolang je een papiertje hebt, zolang je kan aantonen van hey, hier ben ik mee bezig, hier ben ik goed in. Is op zich alles goed. Maar ik zou daarvoor niet jouw opleiding stoppen omdat je alleen maar onvoldoendes haalt. Ga door tot het einde. Ga door, kijk wat de mogelijkheden zijn. En meer dan dat kan je niet doen. En stel je dan dat je daarna nog echt denkt van hey, ik wil dit niet meer. Dan zou ik er nog even een tweede keer over nadenken. Maar ga niet gelijk alles opgeven en links laten liggen. Ik zit heel erg slecht in mijn vel. Heb je tips in de hoop dat dat gaat veranderen? Ik ben namelijk best wel bang dat mensen dit doorgaan hebben. Ten eerste, het is echt niet erg als mensen doorhebben dat je even slecht in je vel zit. Ik snap je volledig, want ik wilde ook eigenlijk altijd doorgaan met een masker en vrolijk zijn en niet doorlaten of niet laten zien van, hey, ik zit ergens mee. Dat heb ik soms ook nog wel steeds. Echt een slechte eigenschap, maar goed. Ga dingen doen die je leuk vindt om te doen. Ga erop uit met vrienden, familie, opa en oma's, broertjes, zusjes als je die hebt. Weet ik veel wie allemaal in jouw familiekring zitten. Ga er zelf op uit. Ga een rondje lopen. Ik vind het namelijk echt heerlijk. Daarom dat ik dit ook in de auto opneem. Om gewoon in de auto te zitten op een parkeerplek. Even op mijn telefoon te scrollen of video's te maken. Dat is daarmee zeg maar mijn uitlaatklep. Ik ben de laatste tijd ook bezig met mijn gevoel opschrijven. En dat heeft voor mij ook best wel veel geholpen. Een jaar of twee jaar geleden zat ik zo erg in mijn vel, zo slecht in mijn vel, dat ik natuurlijk ook nog op school zat, dus ik kon ook niet anders. En het kwam denk ik ook wel een beetje door de coronaperiode hoor, dat dat echt bij mij erin kikte. Maar ik ben toen uiteindelijk gewoon volledig voor mezelf gegaan en volledig op mezelf gefocust van hey, ik wil gewoon weer de vrolijke Kim worden. De Kim die eigenlijk altijd alles gewoon wilt en kan behalen. En kijk waar ik nu sta. Weet je, tuurlijk, het heeft wel tijd nodig. Heel veel tijd misschien soms. Het kan soms in een maand, het kan soms in een jaar, het kan soms in 5 jaar. Dus onderschat dat niet. Maar jij kan dit. Ik ken je en je kan dit. Trust me. En mocht er iets zijn, dat geldt trouwens voor iedereen. Mocht je ergens over hebben, hit me up, DM me, snap me. Mijn snap staat 24/7 open. Dus mocht je ergens mee zitten en je wilt het kwijt en je wilt advies, I'm here for you. Ik ben de laatste tijd onzeker over mezelf. Ik wil sterker worden met dingen, maar het lukt me niet. Ten eerste, als je nu al zegt van het lukt me niet, dan gaat het je ook niet lukken. Wanneer je in die negatieve sfeer blijft, blijf je daar heel erg in hangen. Trust me. Hetzelfde als dat je zegt van, oh, ik ben echt bang om dit te doen. Oh, ik ben echt bang om dat te doen. En je blijft het herhalen voor jezelf, je durft daarna niet meer. Dat is echt zo'n ding in je hoofd. En volgens mij is het ook, wacht, ik ga het nu opzoeken. Het stond ook ergens. De wet van de aantrekkingskracht vertelt alles wat jij denkt en voelt zich uiteindelijk manifesteert. Met andere woorden, jouw gedachten en woorden creëren jouw werkelijkheid. Focus jij je bewust of onbewust op negatieve aspecten van iets, dan zul je daar meer van aantrekken. Dus stel je voor, je hebt alleen maar onvoldoendes. Ik zeg maar wat. Je hebt alleen maar onvoldoendes. En je blijft zeggen van, oh, ik ga de volgende toets ook weer een onvoldoende halen. Dan gaat dat waarschijnlijk ook zo zijn. Omdat je die mindset hebt en je slaat niks meer op. Stel je gaat die mindset helemaal omgooien en zeggen van, hey, ik ga een voldoende halen. Ik ga voor die 8 of voor die 7 of voor 5,5. Dan ga je ervoor en dan heb jij een hele andere mindset dan wanneer jij alleen maar negatief gaat denken. Negatief denken helpt niet. Ik spreek uit ervaring. Ik heb het soms ook. Soms ook heel erg. En ik kan me daar ook heel erg in blijven circuleren, om het zo te zeggen. Je moet gewoon altijd positief denken. Hoe moeilijk het soms ook is. Blijf positief alsjeblieft. Want je kan het. Op een bepaald moment denk je van, wauw, ik ben echt zo zelfverzekerd. Niemand kan me meer tegenhouden. Heb ik ook gehad. Ik was op de middelbare school, was ik echt zo onzeker als maar wat. Nog steeds trouwens wel hoor. Maar op de MBO dacht ik van, oké, ik ga niet meer onzeker zijn. Ik ga alles omdraaien. En ik ben nu gewoon echt volledig mezelf. Het heeft soms wat tijd nodig.
even heel snel tussendoor. Ik heb voor het eerst zoet-zure saus in plaats van barbecue saus bij mijn kip nuggets. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik proef er vrij weinig van op dit moment. Ja, op zich best wel lekker. Aanraden trouwens. Sorry, we gaan weer door. Ik ben heel erg onzeker over social media. Ik wil veel dingen bereiken, net zoals jou, maar ben te onzeker. Ten eerste, je moet geen social media aanmaken als je bekend wil worden. Doe gewoon omdat je het leuk vindt, want dan heb je er veel meer drive in dan wanneer je denkt van oh, ik moet volgers hebben, oh, ik moet bekend worden, oh, dit, oh, dat. Alsjeblieft niet doen. Ik krijg ook best wel vaak de vraag van Kim, wanneer ik dit opneem, is mijn TikTok nog steeds verwijderd trouwens. Voor de mensen die niet wisten, mijn TikTok is verwijderd. Ik heb een nieuw account, dus mocht je die willen checken, link hier staat even mijn nieuwe account. Ik probeer nog mijn oude terug te halen, maar ik krijg ook heel veel vragen van Kim, jij doet het sowieso voor de fame, jij doet het sowieso voor de volgers, dit, dat. En dan kijk ik ze ook echt aan van nee. Ik ben oprecht al 5 à 6 jaar, als het niet langer trouwens is hoor, ben ik oprecht al bezig om überhaupt video's te maken, om ze te delen met mensen. En daar werd toen zo goed op gereageerd, dat ik dacht van oh, ik ga hiermee door. En dat is misschien een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Ik maak dagelijks video's, ik plaats dagelijks en ik kan er een soort van half mijn werk van maken. Dus hè, ik vind het helemaal prima. Ik ga niet social media aanmaken omdat je bekend wil worden. Absoluut niet. En trouwens ook, je zegt van, ben heel onzeker over social media, maar je bent te onzeker om het aan te maken of om het überhaupt te doen. Probeer zelf eerst jezelf op orde te hebben voordat je dit ook wilt doen. Social media is echt een vak apart. Als je eenmaal dingen over je heen krijgt, dan blijf je daar waarschijnlijk ook best wel erg mee in je hoofd zitten. Nu heb ik het voordeel dat ik dat niet heel erg heb, maar ik ken mensen die echt alleen maar haat over hun heen krijgen en ook best wel heftige dingen ook. Wees daar wel op voorbereid, want het is niet niks. Oké, guys, en dat waren de vragen voor deze keer. Best wel weinig eigenlijk. Ook omdat, nou ja, niet heel veel mensen hebben dus vragen over angsten. Zo zie je maar weer. Dat kan ook een keer gebeuren. Dus waarschijnlijk is deze video een beetje kort. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie ervan hebben genoten. En volgende week staat er gewoon weer een nieuw onderwerp op de planning. Ja, ik zou zeggen, abonneer je hier beneden. En laat zeker even een duimpje achter. En dan gaan we door naar de video voor woensdag. Dus dan zie ik je dan. Doei!